Wij bevinden ons hier bij madame Herriet. Madame Herriet, hoe is het allemaal zover kunnen komen? Wel, meneer, dat is in feite niet heel eenvoudig gegaan. Wel, ik kus nogal graag, veel en nogal heftig. En op een schone dag was ik weer serieus aan het kuisen en ineens kreeg ik kramp in mijn been. Dus ik stop en ik buig voorover voor mijn knieën om wat te masseren. En maar ik had al zo'n kutte rok aan, dus ik zal hem nu wat opdraaien. Zo, dus ik leg mijn handen in mijn knieholtes. En ineens hoor ik daar een geluid. En zo... Ik zeg, maar wat een schone toon is dat? En vermits dat ik van trompetten af en me achteraf begonnen met dat wat te oefenen. En dat ging in feite vrij goed. Voilà, dus wacht, ik ga een keer... Wacht, mijn handen zijn wat droog. Ja. Broeder Jacob. Broeder Jacob. Madame Herriet, ik moet u waarlijk feliciteren. Merci. Ja, en op de onvergetelijke tonen van dit gekniepot verlaten wij madame Herriet en wens haar nog veel succes met haar hobby.